We zijn ongeveer al 5 weken thuis. Dus hoog tijd voor een challenge. Hallo allemaal, fijn om jullie allemaal weer te zien. Mocht het jouw eerste keer zijn op dit kanaal, mijn naam is Henk met CK. Ik ben een freelance filmmaker en fotograaf. Ben jij iemand die wat meer wil weten over fotografie en video, dan ben je op de juiste kanaal. Dus abonneer op mijn kanaal en blijf zodoende op de hoogte. Het zijn gekke tijden tegenwoordig. Je kan er niet omheen. Quarantine. Alles op de radio en televisie is alleen maar corona. 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 Coronavirus. Coronavirus. Dus dacht ik, wat kan ik doen? Hoe kan ik jullie motiveren en tegelijkertijd ook nog bezighouden, maar op een creatieve manier? Na een hoop wat brainstorming ben ik uiteindelijk op dit idee gekomen. Cool, hè? En dat gaan we vandaag maken. Deze effect heb je vast wel gezien in een videoclip of misschien zelfs in een reclame. Om dit effect te maken heb je maar 3 dingen nodig. Een fotocamera, hetgene wat je wil fotograferen en een editingprogramma. Ga je iemand fotograferen, hou je dan wel aan de hand. We beginnen eerst met het maken van foto's. Let wel als je de foto's maakt dat je horizontaal beweegt en dat je de camera zo stil mogelijk houdt. Dan bewerk je de foto's in Photoshop of in Lightroom, wat jij fijn vindt. Heb je dat gedaan, dan breng je de foto's in Premiere Pro of naar jouw gewenste editingprogramma. Eén foto maken wij 5 frames lang en dat doen wij ook met de rest. Heb je alle foto's 5 frames lang gemaakt? Dan pak je de tweede foto, die plaats je boven de eerste. Die maak je 70% transparant. Zo kan je foto 1 zien en probeer je hem zo gelijk mogelijk boven elkaar te plaatsen. Heb je dat gedaan, dan plaats je foto 2 weer terug. En deze stap blijf je herhalen. Ben je klaar met deze stap, dan gaan we de foto's nesten. Hebben we dat gedaan, dan gaan we naar scale. Dan maken we de foto's groot, zodat je de zwarte randen wegwerkt. We maken een kopie van de nest. Ctrl-R. En dan ga je naar reverse. Dat zorgt ervoor dat het weer terug gaat spelen. Wat je daarna doet, is alle 2 kopiëren en plakken. Hoe vaak jij maar wil. En that's it. Net wat ik in het begin zei, het doel van deze challenge is om jullie bezig te houden tijdens de quarantine. Maar er is nog iets. Ik wil jullie ook nog laten netwerken. Stel, jij kan alleen maar fotograferen, want dat is jouw ding en je weet niets van het monteren af. Wat je dan kan doen is, je maakt contact met een videograaf. Jij levert hem de foto's en hij monteert de foto's voor jou. Of andersom. Jij bent een videograaf die niet goed is in het maken van foto's, dan maak jij contact met een fotograaf. Maar ben jij iemand die allebei kan? Doe je ding. En zo maken wij samen iets moois. Dus dat is het leuke van deze challenge. Dus netwerken en zo blijven we met elkaar in contact. Heb je zo'n video gemaakt? Plaats hem op YouTube of op Instagram met de hashtag HP Quarantine Challenge. Ik zou zeggen, ga de uitdaging aan. Hebben jullie nog vragen? Laat het mij gerust weten in de reacties. Vond je dit een leuk video, geef het een duimpje omhoog of deel het met je vrienden en je kennissen. Wil je nog meer video's zoals dit zien? Abonneer op mijn kanaal en ik zie jullie tot de volgende keer. Later en stay safe.